Ja, goedemiddag, hier is weer Marcel Positivo. Ja, het is jammer dat Steven Kruiswijk helaas niet eerst is gewonnen in de Giro Italië. Echt doodzonde. En ja, je ziet al hoe dichtbij een geluk en zeker ongeluk plaatsvindt. Zo ben je de held en zo sta je op de eerste plaats en door een val. Ga je het uiteindelijk net niet redden. Dan word je vierde. Dat is natuurlijk heel erg jammer, maar dat hoort natuurlijk ook bij de sport. Soms win je en soms verlies je. Nou, het is jammer, maar het neemt niet weg dat ik veel vertrouwen heb in deze wielrenner. En ik sluit ook niet uit dat hij uiteindelijk de Giro in de komende jaren gaat winnen. En daarnaast hebben we natuurlijk over een paar weken de Tour de France. Waar hij denk ik ook wel hoge ogen gaat gooien. Dus ja, ik kijk er naar uit. En na komende maanden trouwens meer sportevenementen. Natuurlijk het EK. EK voetbal. Bijna maand lang voetbal. Ja, toch een beetje wennen. Het Nederlands elftal. Maar het Nederlands elftal zoals ze nu spelen. En als je kijkt naar afgelopen vrijdag tegen Ierland. Hebben ze voor mij er ook helemaal niks te zoeken op het EK. Het EK is nog, en ook de WK-kwalificatie, komende jaar is nog ver weg voor het Nederlands elftal. Eerst maar eens even plaatsen voor het WK over 2 jaar. In september beginnen de kwalificatiewedstrijden. De Tour, nou, dat is ook natuurlijk fantastisch waar we naar uitkijken. De ontwikkeling met Max Verstappen. En ook de Olympische Spelen dit jaar in Rio de Janeiro. En ook dat is natuurlijk een waanzinnig evenement. Nou, we gaan het beleven en ook de ontwikkelingen met Ajax volg ik natuurlijk. Nieuwe trainer Peter Bos. Ik heb daarmee wel mijn twijfels bij, al hoor ik toch ook weer goede berichten over Peter Bos dat hij toch wel heel erg aanvallend voetbal wil zien en dat is hij dat ook kan. Een team beter maken en attractiever voetballen. Ja, dat hoort toch wel bij Ajax. Dat heb ik de laatste jaren toch heel erg gemist. FC Twente. Al dan niet degraderen. En ja, mocht dat een definitief besluit worden. Ja, dan zal Graafschap het plaatsje innemen in de Eredivisie. En FC Twente misschien wel een faillissement. Want daar ziet het wel naar uit als ze eenmaal degraderen. Denk ik toch dat ze gewoon dat niet gaan redden. Ook de ontwikkelingen volg ik de nieuwe divisie, de tweede divisie die eraan komt. Toch wel een vorm van betaald voetbal. Met toch wel leuke clubs, AFC, Spakenburg en meerdere grote clubs uit de amateurwereld. Ook die ontwikkeling volg ik. Dus het is allemaal erg leuk om het in de toekomst te gaan zien en te gaan beleven. Nou. Grote talenten en hopelijk dat Nederland weer een rol van betekenis gaat spelen. Op allerlei niveaus, maar ook in allerlei sporten. En het juicht alleen maar toe. En ik geniet van de grote talenten die we op dit moment hebben. En laten we gewoon hopen dat het goed uitpakt. Jongens, tot de volgende keer. Mazzel positivo. Hey, ciao.